で今年はやるのかとか、はい、まあ、どれだけの準備をしてきたのかとか、多分トレーニング始まってすぐ分かると思うんですけど、やっぱこういう、ね、実践のところに来たらもっとよく分かると思うので、まあ、しっかりと見極めにはなるんじゃないですかね、はい。まあ、シーズン中の F マリノスに対して、マンチェスタースティーは今プレシーズンの段階になりまして、プレミアリーグの開幕が8月11日バーンリーと対戦をします。その1週前にはコミュニティシールドアーサルと8月7日に試合が予定されています。栗原さん、推測するとその開幕に向けて選手たちのコンディションというのはどれぐらいまで上がってきているというふうに考えたらいいんですか、シティの選手たちは。いや、もう開幕に合わせて選手たちは合わせるんで 100% になっていると思いますけどね。もうだいぶいつでもいけるよっていうぐらいの、はい、そうですね、はい、2戦とかじゃなくてもう初戦からいくと思います、はい。両チームのWhich start in. Well, Kevin Muscat was part of the Melbourne City management team when they joined the City Football Group. Grealish. Slordig. Dit was doorzien wat Phillips probeerde. En dan zijn ze er ineens heel snel uit bij Yokohama. Overtal moeten ze uitspelen nu. Moet de bal wel goed zijn. En dat was hij dus niet. Wel applaus. Beetje ver weg van het veld. En een beetje ver weg dit schot ook. Maar goed. Beetje momentum creëren. Kan ook. Mizonuma. Ortega. Niet overtuigend. Iedereen kan aansluiten. Alvarez. Via een gelukje. Oeh, dat is geen gelukje, Palmer. Kovacic. Altijd tijd en ruimte bij Jack Grealish. Heel veel tijd. Je had daar nog geen weet van, maar die is nu al op volle toeren. Daar komt Alvarez. Matanaka leidt die balverlies. Grealish. Goed hersteld van de Japanse verdediger. Oh, even opletten. En dat is nog vrij aardig gedaan eigenlijk van Alvarez. Dat uitschuifbeen. Yokohama zet het prima vast. Daar was Guardiola gisteren ook al over te spreken. Ik vond dat ze het prima voor elkaar hadden. Het team van Kevin Muscat. Dat is een goed voetbalspeler. Nou, de tweede voorzet. Die was net iets te hoog. Even. Oh, Ortega. Ja, dit zijn de risico's. Combineren met McAtee. Cole Palmer. Aardig schot, korte hoek. Goede redding, Ichimori. Eerste wat hij moest doen vandaag. Even wachten. Nee, nee. Nu tegen Akanji. Daar komt Marco Junior erbij. Lopez gaat zelf. Ortega, handje. Weer Lopez, weer niet afgeven. Nee, natuurlijk niet! Anders schiet hem gewoon raak. Ortega, handje. Weer Lopez, weer niet afgeven. Nee, natuurlijk niet! Anders schiet hem gewoon raak. Openingstreffer voor de Japanners, voor Yokohama. Op de naam van Anderson Lopez. Ja, het is allemaal niet overtuigend wat ze bij City doen. Deze man... kon zo doorlopen. Had wel twee kansen nodig. Maar verder niemand anders. Maakte er al vijf. Daar komen ze al. McAtee. Goed verdedigd. Er wordt al langzaam weer wild. Want daar komt de volgende aanval aan. Onbedoeld op het hoofd van Junior. Kon er niet zoveel meer mee. Is net iets te moeilijk voor deze man. Kanji maakt veel indruk. Oh, Phillips. Schotje van de verdedigende middenvelder. Vinden ze mooi hier als de grote namen voorbij komen.
Palmer. Gaan we door. Nagato. Meteen voorgezet. Helemaal vrij daar. Tweede paal. Misonomi. Met de 2-0 voor Yokohama. De 33-jarige Misonuma. De rest buiten. Dit leek net iets meer op buitenspel dan de 1-0. Dat gaan we hier dan zien. Stones speelt wel buitenspel, maar volgens mij Ake en Akanji staan er nog. En dan staat Stones hier al helemaal. Die heeft even een aandachtstap. Mooie aanname. Alvarez. En nog net met de... Daar is Walker. Terugtrekken. Altijd. En aardig raakgeschoten hoor. Prima. 2-1. John Stones. En ook daarvoor veel applaus van de tribunes. Die willen natuurlijk ook het beste City zien wat ze kunnen zien. Dit zag er alweer uit als het echte City. Wachten. Mag geen sokken meer aan te doen. Zo laag heeft hij ze hangen. Kovacic doet ook mee. En goed verdedigd. Hatta. McAtee. Aardig. Ake vrij. Aardige kopbal ook zeg. Nathan Ake. Heel dicht bij de 2-2. Oeh, wat neem je in de risico. Ja, daar ga je. 2-2. Ishimori. Ja, nu schelden ballen in iedereen. Maar hij moet toch echt zelf eerder die bal wegschieten, hoor. Kelvin Phillips jaagt maar door en jaagt maar door. En dan weet ook die doelman het niet meer. Het is allemaal hier. Het is leuk en aardig, het opbouwen. Maar hij wil hem aannemen hier. En dan ga je gruwelijk de mist in. Dat zou Guardiola mooi vinden. Dit vindt hij allemaal iets minder. Al die mini-kansen en aanvallen als het aan Leipzig ligt. Deze vrije trap. Even miscommunicatie. Ja, Akanji mocht geen risico's nemen. Japan tenminste, is het avond. We gaan richting 8 uur daar. Hoor het applaus. Als we zien dat deze man het veld gaat betreden. Daar hebben ze wel zin in. Van de andere grote namen. We zijn onder... De ruimte hier bij Bob. Zo'n jonge speler uit de... Opleiding, 20 is die. En dit was bijna een prima aanval. Ruben Dias stond daar nog. Twee Nooren in de voorhoede, want ook Bob komt uit Noorwegen. En je ziet hier zijn landgenoot scoren. Daar had hij maar 6 minuten voor nodig. Erling Haaland. Benieuwd of ze nog wat vuurwerk over hebben, want dan zou ik het nu ook weer afsteken. Dat is misschien nog net wat hij miste in de eerste helft. Zo iemand die gewoon alleen maar bezig is met doelpunten maken. Blijft hangen, kijkt even om zich heen. Waar is de ruimte? En daar is de verre hoek. Goed druk gezet van City. Goed balletje binnendoor. En dan is Haaland genadeloos. Zo, wat een ruimte. Die hadden ze ook even gemist, Phil Foden. Nou, boeien van afstand. Dat ging in de Champions League. Scarpon, dat klinkt aardig Brits of Amerikaans, maar geboren. Nou, de Silva gebaart nog even naar de zijkant. Van, wat moesten we ook weer doen? Nou, dit ziet er wel. Slordig, dit van Ruben Dias. Die gaat schieten. Dat zie je ook van heel ver aankomen. Misonuma. Gedaan. Bob. Prima verdedigd ook. Van Eduardo. Rodri toch gevonden. Mooi vrijgemaakt. Rodri geplaatst. Heel eenvoudig zag dat eruit. 4-2 City. Het mooiste was eigenlijk nog het vrij spelen van Rodri. Dan was hij al een tijdje naar op zoek. Het is niet zomaar een verdedigende middenvelder. Hyperintelligente middenvelder. Mooi vrijgespeeld. En niemand die dan uitstapt. Oh, daar is hij meteen. Jan Matthäus. Je wil buitenom bij Lewis. Lukt hem net niet. Nou, hier is de goed balletje. Daar is Mia. Nou, wat ruimte hier. En dat gaat helemaal fout daar tussen Lewis en Ortega. Nou. Ja, zo kun je het ook gunnen. City maakt het spannend. En we
dat gaan ze dan zelf in de fout in de communicatie. Het is allemaal prima, goed gespeeld. Op het juiste moment gelopen. Cancelo. En nog een keer Haaland. Nou, die krijgt hij dan ook nog mee. Het ziet er zo makkelijk uit, maar je moet er maar wel staan. Zo wordt het 5-3 voor City. Het ziet er toch wel iets beter uit. Ja, dit is ook precies op maat.